Een hele goede morgen iedereen en welkom in een nieuwe vlog. Mijn naam is Jordi en we zijn vandaag weer maandag. En nu gaan we officieel beginnen met onze training naar de Mont Ventoux toe. Dus nu ga ik, ik sta op het punt voor te vertrekken van een rit van 2 uur ongeveer. Dit is nog redelijk rustig en ik moet zien van mijn trainer hoeveel kilometers ik doe aan een hartslag van 125 ongeveer. Dus ik neem jullie zeker meer wee. Ja, wat hè. Weer mee in de rit, dus geniet van de beelden. Mijn outfit ligt al klaar, dus dit ga ik straks aandoen. Voilà, we zijn volledig klaar om te vertrekken voor onze rit. Ik ben volledig in de outfit van Cycling Team Hoogland Westkust. Daar heb ik zeker 4 jaar voor geleden. Dat ligt in Lekendijksmuiden. Echt een goede koersploeg waar ik veel begeleiding gehad heb. Ik was eigenlijk mis die periode, maar nu gaan we beginnen aan de voorbereiding. Voor natuurlijk de Mont Ventoux op te rijden. Dus ik heb nu een volledig schema gehad. En dit is mijn outfit. En ik ben ook Specialized bedankt voor deze helm. Echt een super goede helm. Ik ben al een paar keer gevallen toen ik koerste op mijn hoofd. En deze heeft wel al een paar keer mijn leven gered. Dus dank u wel voor die kwaliteit. Zeker een dikke shout-out naar S-Works en naar Cycling Team Hoogland Westkust. Dus nu ga ik vertrekken. Geniet van de beelden. Ondertussen al terug van mijn rit dat ik gedaan heb. Hopelijk hebben jullie genoten van de beelden die ik probeer te tonen heb. Ik heb niet te veel kunnen tonen, want mijn gsm was plat. Dus ik heb ondertussen al mee gedoucht. En ik heb ongeveer 2 uur gereden aan een gemiddelde van 20. Dus ja, ik moest rustig rijden. Dus dat is een goed begin, denk ik wel. En nu ga ik nog een beetje kijken naar de Ronde van Vlaanderen natuurlijk. Een hele goede morgen iedereen. En welkom in die vlog. Mijn naam is Jordi en ik ben juist wakker. We zijn momenteel al woensdag en vandaag staat er een leuke training in de voormiddag gepland met mijn trainer Herbert Bodendorfer. Dus dat wordt leuk, ik ga weer serieus afzien. Maar een lekker ontbijtje eten, zoals jullie al weten van in de vorige vlogs. Havermout met banaan en kaneel. Dus dit blijft wel voor mijn voorbereiding naar de Mont Ventoux toe. We zitten momenteel al aan dag 2. Gisteren was het een dag rust, want het is 3 dagen in de week trainen. En dan de rest, buikspieroefeningen ofzo. Dus ja, dus ik neem jullie zeker weer mee. Hopelijk maak ik film bij hem. En dan gaan jullie de beelden wel zien. En eventjes een update. Allee, dat weer op wat trekt dat nu tegenwoordig. Vorige week was het 25 graden. En nu ligt er overal sneeuw bij. Een week later het is dat vriezen en sneeuwt. Allee, hey dan. Welkom in België. Dat bedoel ik dus dat België raar is. Nu is het zo weer aan het sneeuwen. Daarjuist was het aan het smelten. En nu is het weer zo bezig. Allee, je ziet dat. Het is april. Voilà, we zitten nu in de auto. En nu ga ik vertrekken naar mijn persoonlijke trainer. Ik heb me volledig omgekleed. Dus let's go. Ik neem jullie mee en ik zie jullie straks als ik er ben. Voilà, we zijn aangekomen bij mijn trainer. Dus ik heb mijn mondmasker aan voor alle veiligheid. Dus dan ik aan het kijken. Ha 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 ha.
Emilio zet dat zo te zwaaien naar Rick. Hé, hey, verjaardag, bro. Ja, merci wel. Ja, ik kan dat zo doen. Voilà, we zijn net terug van de training bij Herbert. Echt, ik ben nu serieus weer kapot. Dank u wel, Herbert, om je altijd zo te slopen. Ik kan nu weer serieus afzien op mijn werk, de hele tijd. Dus ja, nu ga ik mijn rap me klaar doen voor te gaan. Maar eerst mijn shake natuurlijk van NXT. En onze lekkere cornflakes dat mogen niet na de training met een paar druifjes. Dus ja, dit was het waarschijnlijk voor vandaag. Ik zie jullie morgen. Voilà. We zijn ondertussen donderdag. Ik heb me volledig omgekleed, want nu moet ik weer een rit gaan doen van ongeveer een uur aan een gemiddelde hartslag van 135 en een maximum van 155. Dus ik ga jullie weer meenemen en beelden tonen. Hopelijk gaat mijn gsm niet plat, want de vorige keer ging mijn gsm plat, dus kon ik niet te veel meer tonen. We zijn ondertussen al weekend. Oh, weekend. We zijn vrijdag. En nu gaan mijn vriendin mijn haar doen. Voilà. Mijn schat heeft mijn haar gedaan. Dank u wel, schat, daarvoor. Ik vind dat je dat goed gedaan hebt. Dus dit is het einde van deze weekvlog. Dank u wel om te kijken naar deze vlog. En tot de volgende. En vergeet zeker niet te abonneren en een like achter te laten.